la. Nou, lekker hè. Gierende banden naar huis. Dit is toch niet normaal? Wat erg. Waar zijn we beland vanavond? Kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn filmpje. Ja, deze week was het natuurlijk gewoon vakantie, jou. Ik was met mijn lieve vriendinnen Francis en Jolande even een beetje naar Gran Canaria. Ja, wat hebben we gedaan? Eigenlijk gewoon niks. Een beetje luieren, vooral veel eten. We zijn een beetje naar het apothekertje geweest. Dat is een heel leuk kroegje met leuke, gezellige muziek. En daarbij hebben we natuurlijk ook nog, zijn we nog een avondje naar de kermis geweest. Nou, voor de rest was het luieren. En ik wil jullie vast bedanken voor de onwijs leuke reacties die ik heb gekregen bij het liedje Zing met me mee. Het is helemaal training geweest deze week. Dus mocht je het nog willen downloaden of mocht je het nog willen streamen, dat kan altijd. Of mijn nieuwe single of mijn nieuwe album, Dit Ben Ik, zou ik natuurlijk ook fantastisch vinden. Ja, ik ben gezellig samen met Frenny en met jou. Hallo. Hallo. En Frenny weet precies waar we moeten zijn. Die weet alles hier op het vliegveld. Kom je dagelijks. La 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 la. Nou, lekker hè. La 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 la. Ik dacht een beetje anoniem op vakantie te gaan, maar dat is weer niet gelukt. Nou, wat heb jij nou geregeld? Dit schiet wel op, hè? Ja, ik wil niks missen. Maar is jouw koffer eigenlijk een vreemd? Geertje! Zit je lekker vooraan? Nou, we zijn net gearriveerd hier in het hotel, de dames. Francis is een beetje ziek, een beetje grieperig en verkouden, maar het komt goed. Nou, het ziet er natuurlijk alweer fantastisch uit hier. Het is heerlijk, het is 23 graden en het is 7:15. Vind jij het nog een beetje leuk, Frans? Nee, ik vind er geen moer aan. Hier in de banden naar huis. Is dit liedje? Dit is toch enig dit? Nou, de eerste dag zie je natuurlijk nog spierwit. Ik ga even kijken waar de dames zijn. Ik ga zo direct eerst even sporten. Maar het is wel een prachtige dag, zeg. Nou, eerst even lekker een kopje koffie drinken voordat Geertje gaat sporten. Heerlijk rustig, wat word je zo blij van. Nou, uur op de home trainer gestaan, viel niet mee. In de hitte, maar we hebben het toch wel gedaan. Cheerio. Take me home, Francis Rose. Slagbank komt gewoon naar beneden. Is dat niet normaal? Nou, lekker Gran Canaria. We lopen hier allemaal met een paraplu. Het is nog een lelijk hart, want ik heb erg een hekel en het is geel. Maar goed, hoe is het, meiden? Zonnig Gran Canaria. Zonnig Gran Canaria. We staan volledig in de rain. Cheerio, we laten ons niet kisten. We maken er wat van. Nou, we hebben net lekker bord, we gaan wat eten. Dus ik weet niet hoe we naar de overkant. Heb jij een boot geregeld, Frim? Heb jij een zwemdiploma? Heb jij een band geregeld? Kijk. Hoe gaan we hier nou doorheen? Nou, ik zou zeggen, jullie gaan eerst. Ik pak mijn lieslaarzen. Lekker vlot, joh. Dit is toch niet normaal? Wat erg. Nou.
mannelijk. Nou, we hebben hier bijna een uur op de home trainer gestaan. Moest even kijken. Nou, we gaan nog even door. Want we kunnen natuurlijk wel eten en drinken, maar er moet ook een beetje gesport worden. Nou, we hebben een heerlijk lunch hier gezellig bij het Palm Beach Hotel. Aardig Albert. En Jo, die heb een zak geitenkeutels besteld. En wat heb jij? Oh, dat ziet er lekker uit. Caesar salad. En piel piel. En ik heb een half kippetje. Nou, eet smakelijk, dames. En jullie hebben gisteren ook zoveel knoflook gegeten, toch? Jemig, kreeg. Ik ben zo moe. Ik heb pijn in mijn buik. Ik heb toch moeilijk hier een windje laten. Nou, ik laat toch even op het klei. Oeh. Ha. Lucht wel op. Nou, ik ga nog even sporten. Ik loop hier nog even door de prachtige tuin. Van Hotel Palm Beach. Moet eens kijken hoe prachtig het hier allemaal uitziet. Nou, begrijp ik al waarom het Palm Beach heet natuurlijk. Ik vind hem zelf erg leuk. Nou, jullie denken zeker dat alleen Hans Klok kan goochelen. Kijk eens, dit is mijn broekje. Let goed op. In de centrifuge. Kom maar met die camera hier naartoe. Dat je ziet dat hij goed draait. Dat zie je, hè? Oké. Oké, nou doen we. Zet hem uit. Dat zie je allemaal nog. Zet hem uit. Ja? Doekje ervoor. Wat heb ik gedaan? Nou, je zag het net. Ik doe mijn zwembroekje erin, want die is nat. Die wil ik laten drogen. En Allah, wat gebeurt er hier? Uit. Oh, een duif. Oh. Unglaublich. Wat denk je dat hij mij wel houdt? Ja joh. Die gaat om maar op 90 kilo, zeg je. Oh, hij doet het ook nog. Oh, goed hoor. Knap hè? Kijk nou. Lekker mannelijk ook. Super, dankjewel vriend. Dit voor je. Ik blijf altijd vrijgezel. En niemand die meer zegt, ik niet dat wel. Ben terug achter het stuur. Met passie en vol vuur. Op zoek naar avontuur. Nou, zoals je weet, ik ben te volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, oftewel X. En natuurlijk TikTok, want ook dat gaat hartstikke goed. Bedankt voor het kijken, ik wens je een onwijs leuke week. En mocht er hier nog iets spannends gebeuren op Gran Canaria, dan laat ik jullie dat volgende week allemaal weten. Een dikke knuffel van Geer en ik zie jullie snel. Bye bye!